Hey Bart Falconier hier van MaakIetsmedia.nl Welkom bij deze Word training. In deze video tekstvakken. Super handig voor vette titels en sowieso je tekst op de goede plek krijgen en zo. Nou, in deze video alles over die tekstvakken. Check de hele training op maakitsmedia.nl/slash. Oké, okay, tekstvakken dus. Die zijn best wel handig om hele vette titels te maken. Omdat je dus heel veel uh, mee kan pimpen. En omdat je ze makkelijk op de goede plek neerzet. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn smulmenu. Maar ik wil hem een klein beetje omhoog. Ik wil hem een klein beetje omlaag. Nee, dat is gewoon. Dan moet je weer enter gaan doen. En dan is je te veel. En dan nou, dat is gewoon een gedoe. Je kan ook zo'n titel in een tekstvak zetten. Hoe hè, voeg je eigenlijk tekstvakken toe, zo hier in Word? Dat doe je door naar invoegen te gaan. En als je op invoegen klikt, dan krijg je alles te maken met. Invoeglint en hierboven vind je dan de tekstvak. En als ik op tekstvak klik, tada dan krijg ik hier dus uh, allerlei voorinstellingen. Van ah, misschien wil je zo'n tekstvak, allemaal saai, allemaal stom. Je gaat gewoon lekker je eigen tekstvak maken en dan klik je hier op tekstvak maken en dan wordt je muis een, uh, een kruis. En dan kan je hier uh, ergens uh, Links klikken en sleep doen. En dan sleep je dus het vak van jouw tekstvak. Nou, waarschijnlijk in mijn geval uh, gaat het goed. Maar waarschijnlijk als jij dit doet, gaat jouw hele opmaak naar de galemissen. En dat komt omdat je hier eventjes op dit knopje moet drukken. Net als bij afbeeldingen. Zet hem op voor tekst en positie op pagina fixeren. Dat betekent dus dat hij niet meegaat met enters die je misschien ooit gaat doen. En je kan hem overal neerzetten waar je maar wil. Nou, het is een tekstvak. Dus hier kun je ook tekst in typen. En die tekst kan je dan opmaken met lettertype, schuin. En de hele. Nou, zoals je wel weet. Maar wat ook kan is: ik heb hier deze tekst. En die ga ik eventjes eh, daar gewoon in plakken. Zoek dus ik even Ctrl X. Dat betekent dat ik het knip dus ik haal het weg maar het staat even tijdelijk in mijn klembord op de computer doe ik hier weer ctrl v en hier heb ik dan mijn smulmenu erin staan. En die kan ik dan veel makkelijker overal neerzetten waar ik maar wil. En deze ook nog een klein beetje draaien enzovoorts. Maar wat natuurlijk wel een beetje lelijk is, het tekstvak heeft een eh, zwart randje en die is wit. En daar gaan we wat aan doen. Je hebt het tekstvak geselecteerd en dan ga je hierboven naar vormindeling. En trouwens, tekstvak selecteren is iets anders dan de tekst selecteren. Een tekstvak selecteren door echt op de rand van je tekstvak te klikken. Let daar goed op. Maar goed, dan ga je bij vormindeling naar vormopvulling, vormcontour. En vorm effecten, en natuurlijk kan je hier nog ongelooflijk veel meer dingen doen. Uh, voert een beetje te ver voor deze video, daar kom je wel uit. Maar ik ga een aantal handige dingetjes laten zien. Nou, opvulling is de kleur van tekstvak, contour is gewoon een fancy naam voor rand. En vorm effecten vind je nog veel meer effecten. En hier bij opvulling kan je dus kiezen voor uh, een kleur. Bij meer opvulkleuren kun je nog meer kleuren vinden. En bij aangepast, dames en heren, vind je dus echt letterlijk die. Uh, Codes voor rood, groen en blauw. Dus je voor je bent echt op zoek naar een specifieke kleur. en je weet de codes voor rood, groen en blauw. dan kan je die hier gewoon intypen. of misschien weet je zelfs de exit decimale code. kan je die hier intypen. en dan kan je dus precies die kleur aan het tekstbak geven. die je maar wil hebben. Bijvoorbeeld uh, deze of zo. Nou. Um, contour, dames en heren, vormindeling, vormcontour, kan je hier kiezen voor uh, welke kleur die contour moet hebben. Nou, contour staat dus voor een rand, je kan hier dus ook kiezen voor uh, hoe dik die rand moet zijn en hier ook nog wel, dit is heel fancy, je krijgt een soort van geschetste lijntjes, een soort gewoon wobbly wobbly, nou, best wel cool toch? En die kan je dus ook nog een beetje heel dik maken en dan krijg je dus een nou, leuke rand van je tekstvak. Bij vormindeling heb je ook nog vormeffecten effecten, zoals uh, schaduw, weerspiegeling, gloed en 3D-draaiing. En als ik hier op uh, schaduwopties klik, krijg ik hier weer dit uh, menu. En dan kan ik hier dus kiezen voor, nou, hoe uh, ver of hoe groot moet die schaduw dan zijn? Um, hoe vervaagd of niet? En je kan zelfs nog een uh, totaal andere kleur geven aan de schaduw, bijvoorbeeld uh, groen of zo. Um, nou ja. Uh, ik weet niet of er heel erg veel mooier wordt op deze manier, maar het mooi maken mag je lekker zelf gaan doen. Maar je kan dus ongelooflijk veel dingen doen met zo'n tekstvak. Nou, wat ook kan, als ik je tekstvak heb geselecteerd, heb ik hier ook nog een ander knopje en hier staat vorm bewerken en dan kan ik hier vorm wijzigen doen en dan kan ik hier ook weer allerlei vormen kiezen van mijn tekstvak. Dus ik kan er ook hier weer bijvoorbeeld een hartje van maken en dan krijg je dus een tekstvak die er opeens zo uitziet. Nou, die tekst past er dus niet helemaal in, dus dan zou je bij start deze tekst even een beetje wat kleiner kunnen maken te zorgen en misschien centreren dat betekent in het midden zetten en zo past hij er net in op die manier kan je dat dus doen nou wat ook opvalt is dat de tekstvak voor het plaatje staat dus wat ik ook kan doen is dit tekstvak selecteren en doe ik rechtermuisknop muisknop en dan kies ik hier naar achtergrond en hop oké nu staat hij um, achter het plaatje en hebben we hier dit uh, bitterballen ijsje er zo voor staan. En wat ik ook nog even wil melden is dat ik hier bij vormindeling helemaal aan de rechterkant heb je ook precies de afmetingen van jouw tekstvak. Dus stel je voor ik wil dit tekstvak precies uh, bijvoorbeeld uh, 10 centimeter breed hebben. Dan kan je er gewoon 10 typen en dan enter en dan wordt die 10 centimeter breed. En dan kan ik deze bijvoorbeeld op uh, 6 centimeter zetten. En dan wordt die hier 6 centimeter breed. En op die manier kan je dus uh, deze tekstvakken precies de afmeting geven die jij wil dat die moet hebben. Um, ongeveer een beetje, natuurlijk, gewoon zo, maar je kan het ook precies daarboven de mate van je tekstvak invullen. Nou, moet je kijken hoe je in een paar klikken dus, hele vette tekstvakken kan maken.